Minister Umar Ramadien van Volksgezondheid heeft vandaag de daad bij het woord gevoegd en heeft zich als eerste laten vaccineren tegen het COVID-19-virus. Dit gebeurde bij de kick-off van het Nationaal COVID-19-vaccinatieplan op het terrein van het Academisch Ziekenhuis. De bewindsman roept elke Surinamer op om te kiezen voor bescherming tegen dit virus. Het ministerie zal werken aan de verdere bewustwording van de gemeenschap. We gaan een grootscheepse voorlichtingscampagne opzetten. En we gaan alle aspecten die de bezorgdheden van de mensen naar voren hebben gebracht. We zullen dat analyseren en daarop inspelen. Nou ja, het is een reëel probleem hoor. Ik ga zeggen, ik ben er me bewust van. Ik slaat niet in de wind. Ik ben er bewust van. Maar we gaan inventariseren op welke theorieën we wel moeten reageren. En op welke theorieën we heel makkelijk kunnen ontzenuwen. Belangrijk is... Als er iets is dat terecht niet goed is, kan we het ook zeggen. Als er zaken zijn die hier niet goed gaan, moet dat ook zeggen. Dus ik ben heel erg blij met dit moment. Maar ik roep iedereen op om in eenheid te werken naar een stukje bescherming. Want we willen allemaal terug naar het normaal. Claudia Marika Redan is ingenomen dat frontline medewerkers eerst worden gevaccineerd. Daarmee blijft de zorg aan de gemeenschap gegarandeerd. Infectioloog Steven Vrede, voorzitter van de Technische Adviescommissie, zegt dat vandaag een begin is gemaakt met het einde van het COVID-19-virus in Suriname. Zo hebben we binnen het Academisch Ziekenhuis gezien dat 167 medewerkers vanaf het begin van de epidemie besmet zijn geraakt. 69 tijdens de eerste golf vanaf juni tot en met november 2020. En 98 van 1 december 2020 tot heden. In de afgelopen 2 maanden zijn dus meer mensen besmet geraakt en tijdelijk uit het arbeidsproces geraakt dan in de eerste 6 maanden. Gelukkig, in ieder geval academisch, maar ook in de andere instellingen. Dan hebben we geen enkel medewerker overleden aan de gevolgen van COVID-19. Het is ons allemaal duidelijk dat je COVID kunt bestrijden met mondmaskers, met Mohana-regels zoals we dat in Suriname doen. Maar je kunt het niet beëindigen, want Mohana is niet iets wat je voor de rest van je leven wil doen. We hadden een andere maatregel nodig om van dit bijzonder vervelende virus af te komen. En we hebben het nu. Er is een vaccin dat ons beschermt. We weten nog niet hoe lang, maar in ieder geval lang genoeg om ons op den duur van al deze regels af te halen. We moeten ons realiseren dat het niet alleen maar de annoyance is, de maskers die wij af willen doen, maar het is ook het stoppen van het sterven van toch belangrijke aantallen mensen in onze samenleving. Er zijn meer dan 160, misschien met 100, bijna 170 mensen in Suriname onnodig overleden aan deze ziekte. Dus dat moeten wij absoluut willen stoppen. Dat was de infectioloog Steven Vrede, voorzitter van de Technische Adviescommissie. Behalve de minister van Volksgezondheid zijn vandaag meerdere personen uit de zorgsector gevaccineerd.